Renovatie van V33. Technische verven voor de renovatie van elk oppervlak in het huis. Alle renovatieverven die kan je rechtstreeks op de bestaande ondergrond aanbrengen, dus ook op nieuw pleisterwerk. Maar om de zuigkracht toch wat te regelen, is het altijd beter om eerst een primer aan te brengen. Belangrijk is wel om van de ondergronden goed vetvrij te maken. Dat doe je met water en zuivere soda of met een reinigingsmiddel op basis van soda. Die primer gebruiken we hier dus om ervoor te zorgen dat ons nieuw pleisterwerk niet te veel van de verf zuigt. Zo moeten we een laag minder aanbrengen van de eindlaag. Schilder je over een oude laag, dan mag je deze stap overslaan. Schuur de oude laag dan wel een beetje op. Verdeel de primer goed over de muur. In plaats van in horizontale en verticale banen te werken, kan je ook het MW-principe toepassen. Daarbij schilder je eerst de letter M op de muur en daarna ga je over in de vorm van de letter W. Doe dat een paar keer. De wanden rond mijn bad die zijn nu perfect glad, maar het is ook belangrijk dat die waterdicht zijn. Dus hiervoor gebruik ik een aangepaste verf en ook bij deze verf zit er een additief. Vergeet het additief nu ook niet toe te voegen, want het zorgt ervoor dat de verf waterdicht wordt. Roer alles goed door. Niet alleen om het additief te mengen, maar ook om de kleurpigmenten te verdelen over de hele pot. Giet de verf over in een verfbakje. Dat werkt een pak handiger. De omkasting van het bad en de muur schilderen we in dezelfde kleur. Zo passen de beide elementen beter bij elkaar. En het is nog eens gemakkelijker ook. Nadat je eerst de hoeken en kanten hebt geschilderd met een puntborstel, kan je weer aan de slag met een roller. Gebruik ook nu een kortharige rol. Die verdeelt de verf goed. Op de muur moet je nog een tweede laag aanbrengen. En dat doe je niet alleen omdat je zo een volledige dekking krijgt, maar ook omdat je verflaag dan duurzamer en slijtvaster is. Ook maakt dat de muur waterdicht, zodat je hem zonder problemen rond een douche kan gebruiken. Neem meteen na het schilderen van de laatste laag ook de schildersteep weg. Zo krijg je een strakke lijn bij de overgang. Renovatie van V33. Technische verven voor de renovatie van elk oppervlak in het huis.